Geef een applaus, dokter Dolf Zantinger. Ik neem u mee in een avontuur. Stel, we lopen aan het strand. Het is een mooie zomerdag. U loopt heerlijk met uw blote voeten in het strand. En u voelt de zon op uw lichaam. U loopt daar een tijdje en wat denkt u? Ik denk, hé, het voelt lekker. Dit is heerlijk, dit is waar u naar verlangd heeft. Wat u voelt is vitaliteit. U voelt het in uw lichaam en aan het einde van de dag voelt u zich ook lekker. Diezelfde vitaliteit die u in uw lichaam voelt, die kunt u ook tegenkomen als u bijvoorbeeld in Zuid-Europa op een markt komt. En u ziet zo'n stalletje en u ruikt die groenten. Die groenten of die fruitsoorten die daar liggen, die ruikt u al van verre. U ruikt die perzik en u denkt, hé. En wat u eigenlijk weer ziet en voelt en proeft, dat is vitaliteit. Die vitaliteit, die zit eigenlijk ook in water. En dat is iets wat de mensen bijna niet weten. Eigenlijk weet bijna niemand dat in deze wereld. Het is heel gek, deze planeet bestaat voor 70% uit water. En ook u en ik zijn eigenlijk een mooie verpakte zak met water. Daar komt het toch op neer. 70% van ons is ook water. Het ziet er alleen bij ons wat beter uit. Die andere 30%, dat bestaat uit een hele rij stoffen. Die stoffen, die moet u tot u nemen. Die krijgt u bij uw geboorte mee. U kent het, de kalk, de calcium, de kalium, de zink, de ijzer. En al die stoffen, die zijn essentieel voor ons. Die bepalen of wij goed in ons vel zitten, of ons lekker voelen. En of die vitaliteit die we bij ons willen hebben, of die er ook altijd is. We weten allemaal, de winterdepressies, u kent het allemaal wel. Althans, enkele van ons. En in de zomer voelen we ons toch even wat lekkerder. 8 jaar geleden zijn we met een heel groep wetenschappers en zakenlui die zich zorgen maakten over wat er eigenlijk gebeurt op deze planeet, zijn bij elkaar gaan zitten en die zijn een heel nieuw onderzoek gestart. En die zijn vanuit de natuurkunde gaan kijken naar de biologie. En dan zullen ze zeggen, wat bedoelt u met de natuurkunde? We zijn gaan werken met licht. En wat is licht? U ziet mij nu hier staan, maar u ziet dat licht tussen ons niet. U ziet een weerkaatsing van iets wat licht is. Het licht zelf kunt u niet zien. Maar licht, wat u nu ziet in uw ogen, bestaat uit 7 kleuren. Maar in werkelijkheid is licht veel breder. Als we het licht in totaal zouden zien, dan zou ik bijvoorbeeld dit aanwijzen en wij zien maar dit. Wat is die andere? Dat bestaat onder meer uit ultraviolet. Bijen vliegen bijvoorbeeld op ultraviolet. En we hebben ook een hele scala aan infrarood. Dat kennen wij via de infraroodcamera, maar dat is ook licht. We vertalen dat soms als warmte. Maar dat is allemaal licht. En al die lichtsoorten, dat zijn een hele rij frequenties. Ik ga u een klein beetje meenemen in de natuurkunde. Ik zal het absoluut niet te technisch maken. Maar al die onderdelen gezamenlijk bepalen het licht wat u en ik in onze ogen zien. En maar dat bepaalt ook de groei en de bloei. Ook van ons en van het fruit en van alles wat leeft en bloeit. En we zijn daarna gaan kijken op een andere manier. We zijn ook eens een keer helemaal out of the box gaan denken. Want we zijn bijvoorbeeld eens gaan nadenken, waarom springt in de lente die boom opeens helemaal in het groen? En in oktober, als hij onder dezelfde stand staat, dan vallen toch die bladeren af. Zou er op dat licht iets meer zijn? Zou je ook wat kunnen met dat licht? En wij hebben speciale apparaten ontwikkeld dat wij licht kunnen bekijken van een kaarslicht op 40 kilometer afstand. En dan zien we aan het flikkeren van dat licht zien we een beweging. En toen zijn we naar biologische processen gaan kijken. Onder meer naar zaden en naar voedsel. Omdat dat ons dagelijks eten is. Dat nemen wij dagelijks tot ons. En we zijn ook naar water gaan kijken. Kun je zeggen, hoe kun je nou met licht naar water kijken? Want als ik een glas water heb en ik schenk dat vol met water, en dan schijnt het licht er gewoon doorheen. Maar je kunt dat, met infrarood kun je dat meten en dan zie je een golfbeweging. En toen gebeurden er een paar hele interessante dingen. Toen zijn we met natuurkundigen, biologen en ICT-specialisten zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen zijn we gaan kijken naar zaden. En toen zagen wij dat in dat zaad al een bepaalde hoeveelheid licht zat. En toen zagen we ook dat die vitaliteit van dat licht bepaalt hoe dat zaad zich ontwikkelt. Toen zijn we dat gaan combineren met grond. En toen zagen we dat als
dat zaad in dat grond komt met water, dat het water een cruciale rol speelt. Dat water, als dat over dezelfde kracht beschikt, als het water wat u voelde in die zomerdag, dan heeft dat een andere trilling. Wij hebben gezien dat dan de atomen in een soort waterbrug een andere vorm nemen. En die konden we meten in het infrarood. Dan was dat een andere schakering. Dan was er een andere vorm in die waterbalans gekomen. En als dat was, dan had je vitaliteit. Maar veel gekker was, toen we zagen, dat diezelfde vitaliteit afnam en een andere frequentie aannam als iets ziek werd. En dat was heel interessant, want die ziekte kon je al vaak 1 of 2 weken zien in het water, aan die trilling, voordat je dat überhaupt in het bloed kon zien. En toen konden wij al heel snel anticiperen met iets wat een tegentrilling had. Maar ik kom daar zo meteen op. Ik ga eerst met u meenemen naar die zaden. Een zaad gewoon uit een appel of uit een druif heeft een bepaalde grootte. En als je die met licht bombardeert, dan kaatst er een stuk licht terug en daaruit kun je zien, is het vitaal of niet. En toen konden wij selecteren naar de zaden. Waarom is dat van belang? Nou, het zaad met het meeste licht, die hoeft je ook verder bijna niet meer te helpen. Als die in goede grond terecht kwam, dan groeide die, dan was daar kracht in. En dan was de volgende generatie nog krachtiger en nog krachtiger. En wat zouden we daarmee kunnen voorkomen? Dat je landbouwtoxines nodig hebt. Toen gingen wij vergelijken dat soort zaden met andere zaden die worden gebruikt in de landbouw. Gemanipuleerde zaden, sommige wel, sommige minder gemanipuleerd. Maar toen gingen we ook eens kijken wat gebeurt er nou als we dat gingen toepassen met landbouwgif. Iets wat massaal in de wereld gebeurt. En toen zagen we iets heel geks. We zagen dat dat zaad ontkiemde en toen zijn we gaan filmen onder de grond. En wat er gebeurde, dat zaad ontkiemde en dat zaad ging tasten in de aarde. En als die aarde niet lekker was, dan zei hij, getverderrie. Dan trok hij zich letterlijk terug. En toen dacht je, hoe kan dat nou? Het was alsof daar een stuk intelligentie in dat zaad zat. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Met een soort ultrageluid en met licht communiceert dat zaad. En dan ontspringt daar die wortel. Toen zijn we verder gaan kijken. Toen zeiden we, als je dat eet en als je dan het water optimaliseert in die speciale trilling, wat betekent dat dan voor ons als mens? En toen zagen we dat de mensen die dat een tijd gingen eten, die groenten, na een half jaar een andere bloedwaarde hadden en een andere urinewaarde. En die hadden een hele interessante waarde, met name op de aminozuren. Die kwamen geen aminozuren meer tekort en die waren allemaal mooi in balans. En dat was typisch, want die mensen aten dat naast het andere voedsel wat ze ook gedaan. Ze namen ook alcohol en dat soort dingen. Maar we zagen wel een paar onderdelen die heel erg funest zijn voor de mens. We zien dat alcohol, te veel alcohol, dat verstoort die trilling in dat water. En dan wordt het niet meer goed opgenomen. Toen gingen we weer verder kijken. Toen zagen we dus dat je een plant optimaal kunt groeien. Zonder toxines. Maar dan moet die wel in een bepaalde type aarde zitten. En als wij op dit moment doorgaan met al die toxines die we gebruiken in de wereld, dan zien wij dat het ongeveer tussen de 4 en 6 jaar kan duren voor die aarde zich een beetje hersteld heeft. Dan moet u zich voorstellen dat we straks met 9 miljard mensen zijn. En we hebben al meer dan 2/3 van de wereld in landbouwgrond die vruchtbaar is, hebben gebruikt. En als we straks allemaal koeien gaan consumeren, stel dat we voor 1 miljard mensen de koeien gaan consumeren, dan gebruiken die koeien meer landbouwgrond dan we überhaupt hebben in de wereld. Dus er gaat wel degelijk een heel groot vraagstuk komen bij de groei van de bevolking, met name op het gebied van voedsel. En dan wordt het landbouwgrond, wat wij nu massaal hebben misbruikt, dat komt in een probleem. Dus wij zullen heel snel die sprong naar biologisch veel verder en veel sneller moeten gaan onderzoeken. Daar is dus echt alle reden voor om dat te gaan doen. Maar we gingen verder in ons onderzoek. We gingen kijken, hoe kun je water nu in een bepaalde vitaliteit zetten? Nou, ik kan u weer meenemen in een avontuur. En stel, we zitten samen boven op een berg en een beek springt. U zit bij die waterval en u voelt zich veel lekker. U durft daar een glas water te tappen. Dan neem ik u mee aan het einde van de rivier. En dan denkt u, nou nu even niet. Ik wacht even.
Want u weet, daar is een heleboel gebeurd. En die vitaliteit die boven zit, die kun je op een bepaalde manier, dat is een bepaald procedé, die kun je terugbrengen in het water. En toen zagen wij dat we de landbouwgronden 20% minder water hoefden te geven. En we zagen ook dat de mensen die dat water een tijd dronken, bemerkten dat er ook iets in hun lichaam gebeurde. Dus water is iets wat we eigenlijk nog helemaal niet goed kennen. We denken dat is alleen H2O, maar er gebeurt veel meer in water. Heel veel mensen denken ook dat allerlei soorten mineraalwater geweldig zijn, maar dat hangt ook weer van het aantal mineralen af wat er wel of niet in zit. Dus water is een heel complex geheel. Maar veel belangrijker was, toen wij zagen dat we in dat water of in de urine van de mens die trillingen konden waarnemen, toen zagen we dat er trillingen waren die je niet wil hebben als mens. En we zagen dat het ook terugkwam op het moment dat je bepaald voedsel wel tot je nam. Want voedsel kan je ziek maken. En we zitten in een hele gekke periode in de wereld. Want we hebben 100 jaar geleden hebben we gezien dat er een ontzettende hoeveelheid behoefte was aan voedsel. Nu hebben we in bepaalde delen van de wereld zoveel voedsel dat de mensen sterven van obesitas, allerlei andere ziektes. Hele gekke tegenstelling. Maar weet u ook dat er allerlei ziekten zijn wij achtergekomen, die kunnen voortkomen uit eten. En dat is niet alleen obesitas, dat is niet alleen hart- en vaatziekten. Wij kwamen er ook achter dat bijvoorbeeld bepaalde depressies, concentratieproblemen en allerlei andere veel voorkomende ziektes te maken hebben met je eetpatroon. Een heleboel specialisten zullen u nu zeggen dat dat niet zo is, maar wij hebben ernaar gekeken naar gewoon het water en de urine van die mensen en naar de landbouwgrond. En we zien tegenwoordig ook dat het licht daar een cruciale rol in speelt. Wij zagen dat bepaalde lichtsoorten van de zon en van de maan effect hadden. Wij konden zelfs in ons laboratorium het effect van de maan met zijn zwaartekrachtgolven, konden we in zo'n pipetje water, konden we in het infrarood de hele maan door, konden we dat meten. En toen zagen we dus dat het ook allerlei effecten heeft op ons biologisch proces. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ik denk dat wij op niet al te lange termijn veel meer onderzoek moeten gaan doen naar biologisch voedsel. Dat ligt nu in de schappen van enkele supermarkten. En we eten dat omdat we denken dat het beter is. Voor een deel scheelt het u inderdaad in de toxines die niet op dat eten zitten. Maar er gaat iets anders gebeuren. Want eten is veel persoonlijker dan u denkt. Want het eetpatroon van u, en dat is voor u ieder individueel, dat is meer personalized dan u denkt. Want het wordt voor een deel bepaald door uw genen en voor een deel bepaald tussen uw eerste en uw vierde levensjaar. Tussen uw eerste en uw vierde levensjaar krijgt u uw eerste voedsel binnen. U weet hem wel, die hap spinazie die u uitspuugde, die is heel cruciaal. En die spezieboon ook. Maar ik begon ermee te vertellen dat die 30% van ons die geen water is, dat bestaat uit allerlei onderdelen, mineralen, enzymen. En weet u waar u dat allemaal vandaan moet halen? Uit voeding. Uit de melk, maar met name uit plantenproducten. Plantenproducten zijn cruciaal, want daar zitten de meeste van die bouwstoffen in die u heel hard nodig heeft. En de gemiddelde persoon op de wereld die neemt maar ongeveer 30 plantentypen tot zich in zijn leven, terwijl er honderden zijn. Maar die bepalen voor een heel groot deel de opname van al die stoffen die u in uw lichaam nodig heeft. Wilt u er goed uitzien, dan heeft u niet alleen al die zalfjes nodig, nee, u heeft goed voedsel nodig. En met name in allerlei variaties. En met name allerlei groentesoorten zijn van cruciaal belang. Wat hebben wij met die golfbewegingen gezien? We hebben gezien, en dat hebben we toegepast in Almere, hebben we technieken toegepast die helemaal uniek waren in de wereld. We zijn op dode grond van een rozenkweker, zijn we een heel biologisch systeem zijn we gaan introduceren met dat speciale water wat uit vitaliteit bestond. In het eerste jaar was de oogst al 30% beter dan we überhaupt konden vermoeden. En toen zijn we naar het licht gaan kijken. Dat licht in het infrarood en het ultraviolet en de biofotonen. En toen zagen we dat het licht bij de gemiddelde supermarkt redelijk vlak was van een tomaat. En toen zagen we dat het lichteffect van dat wat wij in die kas aan het doen waren,
Dat ging een factor 2, 3, 4, 5, 6 hoger. Want uiteindelijk eet u licht. U eet mineralen, maar u eet ook lichtfrequenties. En wat wij zagen is dat dat heel belangrijk is. Want je kunt wel iets tot je nemen, maar tot onze verbazing zagen wij ook dat de frequentie die in iets zit, weet u wel, die heerlijke persik die u had, die bepaalt ook of het wel goed wordt opgenomen in uw lichaam. Naarmate we ouder worden, weten we ook dat bepaalde stoffen veel moeilijker worden ingenomen in ons lichaam. Vitamine B12 is daar een goed voorbeeld van. Maar we zien dus dat dat voor een deel te maken heeft hoe uw darmbacteriën eruit ziet. Want dat is het laatste onderdeel waar ik met u wil eindigen. Want in die grond namelijk zitten miljoenen, miljarden bacteriën. In één theelepeltje, grond, zitten meer microbioom dan de mensen op deze aarde leven. En waarom is dat van belang? In uw darmen zit ongeveer 1000 typen bacteriën. Daar zijn we pas zeer recent achter gekomen met DNA-onderzoek. En die darmbacteriën die bepalen voor een heel groot deel uw gezondheid. Want uw eiwitten, uw enzymen en uw hele hormoonstelsel wordt voor een heel groot deel aangestuurd door de sappen en de voeding die u in uw darmen tot u neemt. En dat komt uit die darmen. Maar we zagen dat als er voedsel was, wat op een bepaalde manier gemanipuleerd was, dat dat systeem onderbroken wordt. En dan zit u dus niet meer lekker in uw vel na een tijd. En dan kunt u eten, maar u wordt dikker en dikker en dikker. En u kunt pillen nemen, maar u neemt het niet op. Die biologische voedselketen, die is wel in staat, zagen wij, om een groot deel van die darmbacteriën weer bij u naar binnen te brengen. En dat betekent ook dat er een grotere variatie moet zijn. En ik vertelde u ook, voedsel wordt personalized. En wat ik bedoel is dat tussen het eerste en het vierde levensjaar heeft u de basis gelegd. Maar daarna gaan we naar voedsel wat u nodig heeft om uw hormonen en uw enzymhuishouding optimaal te maken. En we gaan dus tussen nu en een paar jaar meemaken dat u gewoon uw spijsverteringsresten opstuurt. U ziet uw darmbacteriën en u weet welk dieet u moet hebben. En daarmee voorkomt u dat u naar de dokter hoeft. Dat is het onderzoek wat nu de aankomende jaren gaat aankomen. Wij hopen dat onder meer trouwens hier in Almere te gaan doen. En we hopen ook een voedselvoorziening te maken dat mensen een eigen dieet kunnen maken en zo optimaal gezond blijven. Het voedsel van de toekomst, dat wordt dus echt personalized. Dat wordt gebaseerd op uw eigen darmbioom en uw systeem. En ik kan u verzekeren, u gaat zich er veel beter bij voelen en u gaat moeder aarde enorm waarderen. Dank u voor uw aandacht.